Het suïcideprobleem staat het hoogst aangeschreven in Ikeri. Dit zei districtscommissaris van Ikeri, Senrita Gobardan, bij de stakeholders meeting van het mentale gezondheidsprogramma dat zal uitrollen in Ikeri. Dit probleem baarde DC veel zorgen en wenste dat hiervoor zo snel als mogelijk een oplossing komt. De UNICEF zal inkomen met de awareness en capacity trainingen voor jeugdigen, adolescenten en opvoeders. De uitvoering geschiet in samenwerking met het districtscommissariaat en het ministerie van Volksgezondheid. Suriname kan spoedig verdienen aan koolstofkredieten. Dat verklaarde minister Marciano Dassai van ROM gisteren tijdens een presentatie op het kabinet van de president. De minister wijst erop dat Suriname vanwege zijn carbon-negatieve status en enorme bosdichtheid een grote kans maakt op de carbonmarkt. We kunnen binnen 2 maanden al verdienen, zegt de ROM-minister. Op verschillende markten valt tussen de 3 en 10 ton dollars CO2-reductie te verdienen. Suriname heeft 18,1 miljoen ton CO2-reductie kunnen meten. En het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer van het ministerie van OV gaat bijdragen aan verhoging van de duurzame ontwikkeling in Suriname. Dat zal gebeuren middels upgrading van haar plantenkassen en het opzetten van een composteringsfaciliteit op het terrein aan de Kernkampweg. Het voornemen van Openbaar Groen werd gisteren door waarnemend directeur Inder Ganga Bisun Singh bekendgemaakt tijdens een cook-out en opendag plantenverkoop van het directoraat. President Chandrika Prasad Santokhi was als speciale gast uitgenodigd. De cook-out had als doel saamhorigheid en teambuilding onder het personeel te bevorderen.